Stefan, je bent hier aanwezig in het Holland Heinekenhuis als bestuurder tophockey. Je had zojuist een borrel met de ouders van de internationals. Hoe was het? Ja, het was hartstikke gezellig. Dat doen we eigenlijk elk toernooi. Dat we de ouders, de broers, de zussen, vrienden, vriendinnen ook uitnodigen. Om ja, even een moment te hebben van samen zijn. Dus we hadden een mannetje of 70 hier in het Holland Heinekenhuis. Hartstikke gezellig. Je bent hier eigenlijk het hele toernooi al aanwezig. Hè? Als bestuurder tophockey van de Oranje Heren kijk jij natuurlijk met name naar hun prestaties. De poolfase zit erop. Ja, hoe kijk jij naar de resultaten? Nou, van de Oranje Heren, we zijn uiteindelijk tweede geworden in de pool. Ik denk vandaag tegen Duitsland een hele mooie wedstrijd. Moeilijk eerste kwart gespeeld. Maar ik denk met name de kwart daarna hebben we echt gedomineerd tegen Duitsland. Veel kansen gehad, wat corners gekregen. Maar het viel net niet de goede kant op wat eigenlijk in andere wedstrijden wel gebeurde. Maar ja, dat kan ook in een toernooi gebeuren. Maar als je daarop terugkijkt, denk ik wel dat de mannen daar met een goed gevoel naar die wedstrijd kunnen terugkijken. Ja, en de andere wedstrijden denk ik goed en degelijk gespeeld tot nu toe. Dus wat dat betreft wel met alle vertrouwen de kwartfinales in. Ja, de kwartfinales in, de poolfase is voorbij. Zojuist ook bekend geworden, Australië is de komende tegenstander in de kwartfinale. Loodzware opgave. Ja, als je van tevoren had gezegd Nederland-Australië in de kwartfinale, dat had je niet van tevoren verwacht. Australië altijd hè, nummer 1 van de wereld. Dit toernooi niet echt in vorm. Gaat stroef, vind ik, bij hun, van wat ik daarvan heb gezien. En ook als je daar Max en de jongens over spreekt. Ze zijn te kloppen, maar ja, wil je van Australië winnen, dan moet je 100% zijn. Maar nogmaals, gezien waar ze nu mee bezig zijn, het spel, de degelijkheid, het vertrouwen toch ook wel wat ze uitstralen. Ja, geeft mij wel echt wel een goed gevoel richting de kwartfinale zondag. Een van jouw pijlers is ook het opzetten van een sterke jeugdopleiding in Nederland. Doet het jou dan extra deugd zeg maar, om te zien dat Jorrit Kroon zo goed presteert dit toernooi? Ja, dat is hartstikke mooi om te zien. Ik denk dat Jorrit het tot nu toe echt hartstikke goed doet. Hockeyt mee, draait mee in het team, pikt zijn corners mee, goaltje meegepikt. Ja, dat doet zeker deugd. En het doel van onze opleiding, jeugdopleiding, die we net ook weer herschreven hebben om weer een aantal aanscherpingen te doen. Zit hem om jongens zo vroeg mogelijk al klaar te stomen dat ze niet nog een keer 3-4 jaar nodig hebben om in het Nederlands zelf al goed te acteren. Dus dat zit hem op een mentale stuk, dat zit op verdedigen, dat zit op specialisme en dat zit ook wel op vertrouwen en lef. En doet het deugd dat Jorrit daar nu ook al goed in doorstroomt. Ja, je bent het hele toernooi hier aanwezig. Hoe zien jouw dagen eruit? Ik kan me voorstellen, veel meetings, de wedstrijden natuurlijk allemaal bekijken. Ja, hoe zien jouw dagen eruit? Hockey, hockey en hockey. En dat is prachtig, want daarvoor ben ik ook hier. Nee, het is een behoorlijke reisafstand hier vanuit het centrum naar Deodoro, waar de hockeyvenue is. Ja, daar ben je zo 1,5-2 uur mee bezig. Nou, vaak dames en heren die ofwel een wedstrijd spelen of daarna, maar we blijven ook vaak nog andere wedstrijden kijken. Dus je hoort mij niet klagen, we hebben ook nog wat andere sporten gezien. Maar ja, nu gaat het ook echt beginnen. Dus het zijn 's ochtends vroeg met de bus 9 uur naar Deodoro en dan in de loop van de avond of eind van de middag dan terug. Maar je hoort, het is voor mij genieten, want al die wedstrijden hier zien, dat is prachtig. Maar het is echt een Olympisch toernooi. Wat dat betreft is het, je ziet het bij de dames met Argentinië, ook in de kwartfinale waar Nederland tegen moet. België misschien verrassend eerste. Dus dat zijn de Olympische Spelen. Dus het is niet zo regulier wat je bij een groot hockeytoernooi ziet gebeuren. Ja, het gaat alle kanten op en dat is mooi om te zien. Je noemde al even, het gaat nu echt beginnen. Jij als oud-Olympiër, oud-gouden medaillewinnaar, kan je aangeven wat het grote verschil is in beleving tussen een poolwedstrijd en een knock-outfase die er nu aan zit te komen? Ja, het gaat nu gewoon om het echie. Het moet nu ook gewoon kloppen in waar je mee bezig bent. En je ziet dat in ieder geval bij de heren steeds daarin meer groeien. Maar het allerbelangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven, ook als het een keer wat tegen zit. En daar heeft de ploeg enorme stappen in gemaakt de afgelopen periode. Maar daar gaat het wel op aankomen. Kijk, het gaat erom dat net die corner goed valt of net die aanval. Maar ja, wie dat het meest graag wil of wie dat het langst volhoudt. En ja, echt die volharding heeft om ook zijn taak te blijven uitvoeren in het veld. Ja, die gaat als winnaar van het veld aan de aankomende wedstrijden. Ja,
Heb jij tijdens het toernooi ook nog contact met de bondscoach, Max? Kan dat? Ja, na elke wedstrijd hebben we contact. Ook na de wedstrijd praten we daarin even bij. Dan is er ook het moment om... dan is er ook tijd en ruimte voor om dat te doen. En dan spreek je ook wat spelers. Het is wel gescheiden, hè, want wij zitten hier in het centrum van Rio. En de ploeg zit in het Olympisch dorp. Het is natuurlijk, het is aan de ploeg, maar we hebben wel zeker contact ook met Max. Ja, als oud-Olympier, je bent nu natuurlijk in de functie van bestuurder. Als je op de tribune zit en je ziet de jongens zo spelen, denk je dat soms wel eens iets van, ja, dat is toch eigenlijk het mooiste wat er is? Ja, spelen is het allermooiste wat er is. Zelf op het veld staan, zelf de beleving, zelf die ervaring. En Johan Cruijff, uit hoe verder je van het veld komt, hoe minder leuk het wordt. Ik denk dat hij daar wel een punt in heeft. Maar de betrokkenheid, en dat vind ik mooi. Het is mooi wat om aan de sport terug te geven en de jongens zo bezig te zien. En ik kan me erin inleven. En als ik zie hoe ze daar nu ook mee bezig zijn, dat is prachtig om te zien. En ik kan het alleen maar meevoelen met ze en een steuntje in de rug geven. Maar dat alle vertrouwen in.